Zaterdag 10 november wordt in het Stedelijk Museum Schiedam de tentoonstelling Ma, foto's van Margie Geerlings officieel geopend. Sommige foto's hoef je maar één keer te zien of ze staan voor altijd op je netvlies gebrand. Dat geldt voor de ontroerende foto's die Margie Geerlings de afgelopen jaren maakte van Joke Borst, de dementerende moeder van Hugo Borst. Onder de titel Ma is een selectie van deze foto's tot en met 3 maart 2019 te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Margie Geerlings woont en werkt in Rotterdam en Schiedam. Ze houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met het thema van de eeuwige jeugd en het verouderingsproces. Haar werk sluit mooi aan bij de tentoonstelling Familie, die tegelijkertijd is te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Margie Geerlings, welkom. Ik heb een uitnodiging gehad. Ma, foto's van Margie Geerlings. Het gaat over de moeder van Hugo Borst. Klopt. Daar worden foto's vertoond in het Stedelijk Museum. Jij bent de fotograaf daarvan. Hoe was dat hele proces? Ja, dat was... natuurlijk nooit verwacht dat het zo veel los zou had kunnen maken. Ik heb het met heel veel liefde gedaan. En het was ontroerend, emotioneel en heel fijn om te mogen doen. Ja, dat kan ik begrijpen. Je voelde je waarschijnlijk heel vereerd. Je zit wel een beetje in, het, in de sociale fotografie, maar zeg ik het zo goed? Maakte ik vrijwerk. Dus ik maakte meer tentoonstellingen. En dit is eigenlijk wel echt het eerste documentaire project wat ik ben gaan doen. Ja. Maar hoe was jouw relatie met de moeder van Hugo? Want je komt natuurlijk als vreemde binnen en je zegt, ik ga foto's van u maken. Of hoe moet ik dat hele proces voor me zien? Het is zeg maar, Hugo heeft mij gevraagd naar aanleiding van mijn beeldende kracht, maar ook mijn sociale kant. Ik heb in Rotterdam-West heel hard gewerkt aan het versterken van de sociale cohesie. Ja. En dat waren eigenlijk wel twee ingrediënten waardoor Hugo had mij vroeg om de fotografie voor zijn moeder op me te nemen. Ja. En ik hou heel erg van mensen. En ik raakte even afgeleid. Ja. Het was voor mij... ik vond het een hele mooie opdracht. Ja. En ik vond het ook heel fijn. Het was voor mij ook... Ik heb natuurlijk in het begin heel veel energie gestopt in... dat ik zeg maar een plekje... Dat ik iedereen leerde kennen op de woongroep waar Hugo's moeder woonde. En ik legde veel vaker mijn camera weg dan dat ik hem om had. Dus ik hielp. En je moet dat heel erg opbouwen. Ja. Om zeg maar ook echt zo dicht bij haar te kunnen komen. Ja. En zij voelde zich ook bij mij op haar gemak. En ik ook bij haar. Dus dat maakt het natuurlijk ook makkelijker. Ja, want hoe was dat voor jou eigenlijk? Dat fotograferen? Vond je het confronterend? Ja, het was, soms was het confronterend. En ik heb zelf al vrij jong mijn moeder en zusje verloren. Okay. Dus ik vond het ook weer heel fijn om te mogen doen. Om eigenlijk gewoon, weet je wel, op mijn leeftijd dan mee te maken wat dat betekent als je ouder naar een verzorgingstehuis gaat. Ja. En wat dat met de omgeving doet, maar ook met de moeder zelf. Dus ik behandelde Joke ook alsof ze mijn eigen moeder was. Ja. Maar je ziet haar toch zo langzaam maar zeker gewoon in haar eigen wereld verdwijnen eigenlijk. Hè? Zoals Hugo het zei, meneer Alzheimer nam het over. Ja, hoe dat proces, ik bedoel, als je de deur terugtrekt, dan ben je het niet kwijt. Nee. Maar ik probeerde eigenlijk altijd, want ik ben iemand, ik heb een positief karakter. Ja. Dus als het een beetje een verdrietige stemming, het is natuurlijk sowieso een heel, je moet eigenlijk als je al aankomt, dan schakel ik altijd meteen terug in zijn één. Ja. Want het is natuurlijk een heel traag, het gaat allemaal heel rustig en heel traag in een verzorgingstehuis. En ik probeerde altijd wel positief de dag of de middag of het moment als ik daar was weer af te sluiten. Ja, ja. Dus om het ook, ik denk dat dat ook een manier is om er gewoon goed mee om te gaan. Ja. Dus ze blijven op je netvlies gebrand, hè, de foto's. Ik bedoel, het is natuurlijk een hele prachtige serie die ook in het AD verscheen, elke keer maar weer.
Ben je tevreden met de foto's? Ja, ik denk dat het, nou ja, dat is een beetje geeft een raar het weer woord. Wat je wilde bedoelen, wat je wilde overbrengen. Ja, ik heb haar natuurlijk 4 jaar lang gevolgd. Dus ik heb echt nog nooit zoveel emoties van iemand vastgelegd als van Joke. Ja. En ik wilde ook echt met de selectie in het museum de Alzheimer laten zien. Dus ik heb ook echt geselecteerd op, ja, wat brengt het beste Alzheimer in beeld? En ja, daarover, ik denk dat het, daar ben ik zeg maar tevreden over. Ja. Je bent ook betrokken met de keuzes van de foto's dus? Ja, zeker. Ja. Ja, hoe ging dat hele proces bij het Stedelijk? Ja, ontzettend. Ik ben echt door het Stedelijk Museum, ik ben hier ook een galerie begonnen, hè, op de Hoge Straat. Ik ben echt door het Stedelijk Museum hier naartoe getrokken. Want ik vind het echt een heel fijn museum. Dus ik ben ook heel blij dat Ma nu een plekje heeft op zolder in dit museum. Ja. Nou, dat ging heel goed, heel fijn. Het overviel me ook een beetje, de tentoonstelling natuurlijk, omdat zij 17 augustus overleden is. En zij net een tentoonstelling maakte over familie. Ja, sloot dit heel goed aan. Ja. Ja, je had waarschijnlijk dan ook nooit van het Stedelijk Museum gehoord. Jawel, ik kom hier al jaren. Okay. Ja, ik heb 20 jaar in Rotterdam gewoond, maar ik kom al jaren hier in het museum vanwege de goede tentoonstellingen. En ik vind het, wat ik heel goed vind aan het museum hier in Schiedam, is dat het heel laagdrempelig is. Dus je voelt je meteen eigenlijk welkom zodra je de kapel binnenstapt. Ja. Had je nooit zoiets van, hier zou ik best wel wat willen laten zien? Zat dat altijd een beetje zo in je achterhoofd? Ja, nou ja, ik heb heel veel internationaal tentoonstellingen gehad in musea. En ook wel in Nederland, maar nog nooit in het Stedelijk Museum. Nee, het was eigenlijk niet. Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Nee. Het was eigenlijk een beetje een mooie samenloop van omstandigheden. Ja, je bent niet echt helemaal onbesproken geweest, hè, met je foto's. Vooral in het. Ik had begrepen dat er ook een keertje een paar foto's rel. Rel, hartstikke goed. Wat, ja. Een beetje dingen opschudden. Hoe kijk je daarop terug uit op die periode? Dat was in de rails loopt tussen de rails. Ja, dat klopt. Ja, in de rails. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, ik denk dat, dat is net als met deze tentoonstelling, hè, het confronteert. Ja. En er zijn mensen, ik had van de week een groep dames, echt fantastisch. De plattelandsvrouwen, die noemen zich nu de vrouwen van nu. En die hebben jaren die kroniek gelezen en die waren heel enthousiast. En die waren tussen de 61 en 83. Maar die waren, weet je, die waren heel enthousiast over wat ze herkenden het. Ja. Ze vonden het indrukwekkend, mooi. Maar er kwam ook eens een post even binnen. Dat was afgelopen week tijdens het inrichten. Ja. En die liep meteen weer weg, omdat het voor haar te confronterend was. Nou, ik wou net zeggen, ik denk dat mensen wel zich een beetje rotschrikken. Of tenminste, dat herinneringen boven komen van vrienden of ouders die dat hele proces ook meegemaakt hebben. Daar verwacht je wel heel wat emotionele momenten van de tentoonstelling. Ja, ik denk dat het. Maar ja, ik denk, om op jouw vraag terug te komen, hè, van dingen. Ik denk dat kunst en dat beeld, dat moet ook beklijven, binnenkomen, moet je ontroeren, je moet gaan nadenken over wat je ziet. Anders dan is het denk ik ook niet. Ja, moet altijd iets teweeg brengen. Ja. Tenminste voor mij. En ik wil altijd wel graag iets vertellen. Maar ook, dit was voor mij een belangrijk project. Omdat het ook een belangrijk en essentieel onderwerp is. Ja. Als Hugo iets van niet, nu. Ja, als Hugo er niet was geweest, had je dan toch wel deze kant op gegaan? Ja, het is een beetje een dat had natuurlijk niet. Nee, het is natuurlijk gewoon de combinatie van dat Hugo mij vroeg. En dat was ook al zoiets. Ik ben ook, was ook niet echt een doorsnee AD-fotograaf. Nee. Dus ik heb ook wel echt gezegd, ik wil wel echt laten zien de rauwe werkelijkheid. Ja. Ik heb het nooit mooier gemaakt, niks geanceneerd. Alles is zoals het is. Heeft u ook gezegd van dat moet je niet publiceren? Nee, we doen alles in samenspraak. En natuurlijk, ik heb altijd met respect de keuzes gemaakt. Dus daar hadden we het natuurlijk wel over. Je ziet bijvoorbeeld in de tentoonstelling, ik zal hem even hier. Het is leuk, in de boeken zit ook een beeldessay. Bijvoorbeeld deze foto, die zal ik even, dit is een belangrijk beeld. Kijk, ik weet niet of jullie op camera waar ze hier op bed zit en waar haar beentjes
kan je het zien? Wacht even, hou ik hem goed recht? Ja, zo. Zo kunnen we hem zien, ja. Ja? Nou ja, op dat, kijk, op dit was een heel belangrijk beeld. Dit is eigenlijk het moment. Op een gegeven moment verdragen ouderen, net als kleuters, verdragen ze eigenlijk niet meer dat je kleding over je heen krijgt. En dat, dan kunnen ze, weet je, wat kleine kleutertjes hebben, vervelend gevoel vinden. En dan werd dat echt een ding om haar aan en uit te kleden. Ja. En, maar dat wilde ik dan ook ervaren. Dan was ik ook al om 6 uur in het verzorgingstehuis. Ja. Om zelf te ervaren en dat vast te kunnen leggen. Wat gebeurt er dan en hoe is dat voor haar? Ja. En eigenlijk voor deze foto zitten een aantal nog aangrijpender beelden. Maar toen zei ik zelf al tegen Hugo en Laurens, natuurlijk ook belangrijk, zijn broer. Van nou, die kunnen we niet publiceren, nee. Maar deze foto zegt al heel veel. Ja, ja. En dan merk ik wel, op zo'n moment, als zo'n beeld dan bij de redactie binnenkomt, dat ze de neiging hebben om het af te gaan snijden. Ja. En dan ben ik wel van nee, weet je wel, dan haal je ook iets van, wat ik wil vertellen. Ja, weg. Precies. Ja, ja, dat, je kan niet zomaar dingen uitkaderen naar believen. Je moet altijd, je moet het niet mooier maken, nee. Want het is natuurlijk, het is geen fijn onderwerp, maar ik denk dat... Nee. Doordat doordat het echt is, dat voelen mensen ook. Ja. Ik hoop dat heel veel mensen toch ook troost vinden bij deze tentoonstelling. Is dat gek dat ik dat zo zeg? Mooi dat je dat zegt eigenlijk. Want ik merkte aan die groep dames uit Oostkapelle in Zeeland, hè, de vrouwen van nu, dat ze dat ook echt wel zo ervaarden. En die bedankten me ook. Ja. En, dat is natuurlijk heel fijn om dat zo direct te horen. Want wij hebben echt duizenden reacties gekregen. Ja. Het was echt fantastisch. Ook mensen die me bedankten voor de beelden. Dat is natuurlijk wel fantastisch om mee te maken. Ja. Dat het zo beklijft en dat het zo... Daar kan eigenlijk geen geld tegenover staan. Nee, echt niet. Dit is gewoon heel mooi. Ja. Vanmiddag is de officiële opening. Ja. Hoe laat? Wanneer? Waar? Om 4 uur in het Stedelijk Museum van Schiedam. Vanaf 4:30 is de inloop. Iedereen van harte welkom. Iedereen is welkom, hè? Zijn geen genodigden of echt een heel genootschap, elitaire groepje dat alleen maar bij die opening is. Nee, juist iedereen. Van de mensen. Nee, want dat vind ik zo leuk, hè? Schiedam is heel toegankelijk. Ik heb al heel veel mensen door de galerie ook ontmoet. En ik heb juist heel veel mantelzorgers aangesproken. Dat ze... Zij juist van harte welkom zijn. Okay. En iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Ja. De tentoonstelling loopt tot 3 maart. Dus het is ruim de gelegenheid om het te bezoeken. Ja. Laat ze maar komen. Ja, iedereen open is welkom. De poort. En heel leuk, ik geef ook wat rondleidingen. En als ik er ben, dan vind ik het ook... Weet je, als mensen dat... Want je merkt, hè, dan krijg je toch andere informatie. Ja. Dat het is ook heel fijn om te doen. En ja, nou ja, ik ben heel dankbaar dat het nu een plek heeft in het Stedelijk Museum. Nou, jij dankjewel dat je die mooie foto's maakt. Dank je. Ja, bedankt voor het gesprek. Tot je dienst.